Goedemorgen en welkom allemaal op de Universiteit van Tilburg en welkom bij de Kinderuniversiteit. Wat ontzettend leuk dat jullie er zijn. Hebben jullie er zin in? Ja. Sorry Jos, ik ben niet zo overtuigd. Ik weet niet of... hebben jullie er zin in? Ja. Gelukkig. Vandaag krijgen jullie een college van professor Jos Zwanenberg over superdiversiteit en meertaligheid. Maar voordat Jos gaat beginnen met zijn college, ga ik jullie een beetje opwarmen. En wij gaan beginnen met een quiz. Eerst gaan we kijken naar een video. En vervolgens gaan wij 5 vragen beantwoorden. En dat zal ik straks verder allemaal uitleggen over hoe dat werkt en wat je allemaal met die kaartjes moet doen. Ja, en als er vragen zijn tijdens het college van Jos, dan wil ik jullie vragen om die alsjeblieft te bewaren voor na het college. En dan zullen wij langskomen met een microfoon, zodat jullie de vraag kunnen beantwoorden. Zijn jullie klaar voor de quiz? Oké, dus we gaan naar een filmpje kijken nu. En het is heel belangrijk dat je goed oplet en goed luistert, want alle antwoorden op de vragen van straks kan je terugvinden in de video. Dus heel stil zijn en heel goed luisteren. Hoi, ik ben Jos Zwanenberg en ik ben professor aan de Universiteit van Tilburg. Daar geef ik onderwijs en doe onderzoek naar diversiteit in taal en cultuur. Ik ga jullie iets vertellen over diversiteit. Diversiteit betekent verscheidenheid, dus dat we allemaal verschillend van elkaar zijn. We hebben verschillende feesten, andere tradities, andere religies en we spreken verschillende talen. Daardoor zijn we allemaal verschillend van elkaar. Dat komt doordat we veel verhuizen. Mensen verhuizen van dorp naar dorp of naar de stad. En mensen verhuizen van andere landen naar Nederland. Die veranderingen van woonplaats noemen we migratie. En de mensen die van woonplaats veranderen, noemen we migranten. Waarom doen mensen dat? Migratie gebeurt om verschillende redenen. Vaak willen mensen of moeten mensen verhuizen voor hun werk of om te gaan studeren. Maar er kunnen ook heel erge redenen zijn voor migratie. Zoals oorlog, een hongersnood of een natuurramp. Waarvoor mensen moeten vluchten. De mensen die verhuizen nemen natuurlijk hun cultuur met zich mee. Ze nemen hun ideeën, hun geloof, hun gewoonten en hun taal met zich mee naar hun nieuwe bestemming. En zo zorgt migratie voor meer diversiteit in onze samenleving. Op de nieuwe bestemming leren de nieuwe bewoners de cultuur van die nieuwe plaats kennen. Dan gaat het dus ook om de ideeën, het geloof, de gewoonten en de taal van die plaats. Dat gaat niet zomaar vanzelf. Als wij zelf een vreemde taal leren, zoals Duits of Frans, dan doen we daar immers op school ook jarenlang over. Monsieur, nous ouvrieren le restaurant. Ik denk dat een beetje papagaaienmuziek is. Het is belangrijk dat we begrip hebben voor elkaar en dat we naar elkaar luisteren. Dat we met andere woorden tolerant zijn ten opzichte van andere culturen. Het kost veel tijd en moeite om te leren wat de nieuwe cultuur allemaal inhoudt. Andersom leren de mensen die er al woonden ook de nieuwe culturen van migranten kennen. Zodoende wordt de cultuur van de plaats waar wij wonen verbonden met de culturen van verschillende plekken over de hele wereld. En die verbondenheid noemen we globalisering. Een belangrijk kenmerk van globalisering is dus de diversiteit in cultuur. En een belangrijke oorzaak is migratie. Maar wij zijn met onze cultuur ook verbonden met allerlei andere culturen via computers en smartphones. Een tweede belangrijke oorzaak van globalisering is dan ook ons leven online. En niet alleen mensen en hun culturen zijn op deze manier wereldwijd met elkaar verbonden, maar ook de manier waarop we spullen kopen en verkopen of informatie vinden gebeurt wereldwijd. Zo, dat was mijn verhaal over de diversiteit van cultuur en globalisering. Hopelijk tot ziens op de campus van Tilburg University.
Oké. Nou, ik denk dat het stukje tot ziens op de campus inmiddels is gelukt. Dus super fijn. Hebben jullie goed opgelet? Nee? Oh. We gaan beginnen met de quiz. En als het goed is, hebben jullie allemaal 2 kaarten gekregen. Hou ze maar even in de lucht. Yes, volgens mij heeft iedereen inderdaad de kaarten. Er worden straks een aantal vragen gesteld. En voor deze vragen zijn 2 opties, maar 1 van de 2 is goed. Bijvoorbeeld, bij deze vraag, waarom willen mensen migreren? Als je dus denkt, als het rood is, voor werk, studie, maar ook erger reden, of voor ergere reden alleen, zoals honger en oorlog. Dus dan doe je dus je rode of je groene kaart in de lucht. Zullen we maar gaan kijken wat het antwoord is? Wat goed! Bijna iedereen had het goed, ja. Inderdaad, mensen willen graag migreren voor werk en studie, maar ook voor ergere redenen, zoals Jos aangaf in de video. Gaan we verder naar vraag 2. Wat nemen migranten mee naar hun nieuwe bestemming? Is dat niks? Ze beginnen eigenlijk helemaal opnieuw. Of hun ideeën, geloof, gewoonten en taal? Volgens mij hebben jullie wel heel goed opgelet, jongens. Het is inderdaad goed gedaan. Ja. Wat wordt er bedoeld met tolerant? Is dat dat we begrip voor elkaar hebben en alles uitleggen aan elkaar? Of dat we begrip voor elkaar hebben en naar elkaar luisteren? Wederom weer heel goed gedaan. Jullie hebben heel goed opgelet. Gaan we door naar de volgende vraag. Wat is globalisering? Is dat verbondenheid van culturen in een land of verbondenheid van culturen over de hele wereld? Oké. Ja. Goed gedaan. En wat is de oorzaak dan van globalisering? Is dat mensen liever in het buitenland willen wonen of migratie en ons leven online? Yes, goed gedaan. Volgens mij zijn er heel veel kinderen die echt alle vragen goed hebben vandaag. Ja. Dat was de kennisquiz, jongens. Goed gedaan. En we krijgen dus nu een college van professor Jos Zwanenberg. En Jos Zwanenberg die heeft vandaag zijn toga aan. En dat doet hij eigenlijk alleen voor hele speciale gelegenheden. En vandaag is dus zo'n speciale gelegenheid. Dus jongens en meisjes, mag ik een groot applaus voor professor Jos Zwanenberg. Zo, dankjewel Jamie. Van harte welkom iedereen. Fijn dat jullie er zijn. Ik ben Jos Zwanenberg, zoals gezegd, en mijn onderwerp is taal. Taal gebruik je om te praten en om te schrijven. En Jamie heeft denk ik mijn dingetje meegenomen. Hè? Heb jij mijn klikker? Maar, je gebruikt je dus om te praten en om te schrijven, maar er zijn heel veel verschillen in taal. Dankjewel. En waarom praten we dan eigenlijk niet allemaal hetzelfde? Nou, je vertelt iets met taal, hè, door te schrijven of te praten, maar taal vertelt ook iets over jou. Wie ben je en waar kom je vandaan? En dat is eigenlijk de reden. Zoals vrijwel iedereen die professor is, heb ik zelf aan een universiteit gestudeerd.
En ik kom uit Brabant. Net als jullie. Maar dan uit een dorpje bij Den Bosch. En op de eerste dag dat ik in Utrecht op de universiteit met andere studenten sprak, overkwam mij een typisch Brabants dingetje. Ik ben om 8:00 aangereden, zei ik, want ik was net iets te laat en zei dus, oh, ik ben om 8:00 aangereden. En iedereen moest lachen, maar ik had geen idee waarom. Eén persoon vroeg, is je fiets nu kapot? En ik dacht, wat heeft dat er nu mee te maken? En die foto, die meme, hè, die laat zien wat voor hun de betekenis was. Het is een bewerkte foto van Facebook. En ik ben aangereden, betekent voor mensen in Utrecht, dus een ander stuk van Nederland, ik heb een verkeersongeluk gehad, een aanrijding. Maar waar ik vandaan kom, een dorpje bij Den Bosch, betekent ik ben om 8:00 aangereden, dat ik om 8:00 ben vertrokken. Dat heeft dus iets te maken met een andere manier van taal gebruiken. Ik bedoelde dus dat ik op tijd was vertrokken, maar ik zei per ongeluk dat ik een ongeluk had gehad. En dit voorbeeld vertelt ons iets over taal en over wat taal ons over iemand kan vertellen. Waarom gebeurde het dat ik iets zei dat de andere mensen heel anders begrepen dan ik het bedoelde? Nou, omdat ik uit een andere streek kom, met een ander dialect. Wetenschappers die met mijn onderwerp bezig zijn, verschillen in taal en cultuur, die willen graag uitleggen hoe dit komt. Ze zeggen dan, ja, de manier waarop iemand praat, die laat zien wie die persoon is en waar die persoon vandaan komt. Wie je bent en waar je vandaan komt, daar hebben we ook een woord voor, namelijk identiteit. Dit heeft te maken met identiteit. En er zijn nog veel meer woorden waaraan je kunt horen waar iemand vandaan komt. Hoe noem je bijvoorbeeld dit? En jullie hebben nog steeds de rode en de groene kaarten. Je kunt nu niet een goed of een fout antwoord geven, maar je moet gewoon de rode kaart gebruiken als je dit friet noemt en de groene kaart als je dit patat noemt. Heel veel frietzeggers. Er ontstaat meteen een mooie discussie. En mag ik jullie aandacht weer? Er ontstaat meteen een mooie discussie over welk woord gebruik je nu. Maar de meeste van jullie gebruikten het woord friet, zo te zien. Hè? Want ik zag vooral rode kaarten, ik zag ook wel veel groene kaarten, dat wel. En dat kaartje wat hier staat, laat een beetje zien hoe dat nou komt. Dat hier vooral rode kaarten te zien zijn. Want we zijn nu in Tilburg natuurlijk. En dat is vlakbij de gele, bij de F van Friet in dat gele gebied. Hè, in Noord-Brabant. En deze kaart laat zien dat het gele en het oranje gebied, dat vooral mensen heeft die Friet zeggen tegen die puntzak die je daar ziet. En de mensen in het groene gebied, die zeggen vooral patat tegen datzelfde ding. He, daar gaat het hier over. Nou, een van mijn collega's die heeft namelijk aan heel veel mensen in Nederland en Vlaanderen, dat is het stuk van België waar mensen ook Nederlands spreken, gevraagd hoe ze dat noemen. En vervolgens heeft hij dus gekeken waar ze vandaan komen en deze kaart getekend. Dat is de frietkaart. Dus als iemand friet zegt, dan weet je bijna zeker dat hij uit dat gele gebied komt. Dat kun je al weten vanwege één woordje. Taal heeft dus met wie je bent en waar je vandaan komt te maken. En waar je vandaan komt heeft natuurlijk te maken met streek en plaats. Nou, dat wil zeggen dat mensen in Tilburg anders praten dan mensen in Amsterdam of Rotterdam bijvoorbeeld. En die verschillen kun je horen wanneer die mensen uit Tilburg, Amsterdam of Rotterdam Nederlands praten aan woorden, zoals friet en patat, maar ook aan klanken. En klanken waaraan je kunt horen waar iemand vandaan komt, noem je dan een accent. Wel eens van gehoord? Een accent? Ja, dat is wel bekend, hè?
Nou, een voorbeeld van een accent van het Nederlands zoals het door Tilburgers wordt gebruikt, is de zachte G. De G. En in Amsterdam heeft men dan een harde G. Hoor je het verschil? G of G. Ja, dat is een voorbeeld van een accent waaraan je weer kunt horen waar iemand vandaan komt. Nou, in het Nederlandse taal die we allemaal spreken zitten vaak klanken dus en woorden die bij je identiteit horen. He, dat is de boodschap van het eerste gedeelte van mijn verhaal. Woorden kunnen dus uit het dialect komen of behoren bij een bepaalde streek, met andere woorden. Maar ze kunnen ook uit heel andere talen komen, zoals het Engels bijvoorbeeld. Dit verhaal had ik al verteld. En we zijn bij de derde bullet, hè, bij andere talen. Andere talen die we gebruiken in het Nederlands. Want ik zei net, ja, het Nederlands die we al, de taal die we allemaal spreken. Maar er zijn natuurlijk ook veel mensen die naast het Nederlands nog een andere taal spreken. En dan ben je meertalig. Dat betekent dat je meer dan één taal spreekt. Die andere taal die kun je leren op school, bijvoorbeeld Frans en Duits. Dat gaan jullie leren op de middelbare school, Frans of Duits. Maar die kun je ook van je ouders geleerd hebben. Bijvoorbeeld Surinaams of Turks of Arabisch. En met andere woorden, er zijn heel veel verschillende talen in Nederland. Onze samenleving is heel erg meertalig. Er is veel meer dan alleen de Nederlandse taal. Er zijn ook veel meer talen nu in deze zaal, niet alleen maar Nederlands. Sommige talen heb je van thuis meegekregen, van je ouders, omdat de ouders hier uit allerlei verschillende delen van Nederland of van de wereld komen. En andere talen leer je buitenshuis, bijvoorbeeld op school. Dat is meertaligheid. Maar niet alleen onze talen zijn daarom heel verschillend, dat zijn we zelf ook. En dat is diversiteit. Ik ben opgegroeid met een dialect, maar misschien is jouw vader of moeder wel opgegroeid met het Turks, Surinaams of het Duits. Dus, velen van ons kunnen naast het Nederlands ook nog andere talen spreken. Sommigen van jullie zullen thuis bijvoorbeeld Engels, Arabisch of Pools spreken of Tilburgs, het dialect van deze stad. En die talen, dat zijn allemaal verschillende soorten talen. Dat komt dus doordat mensen in een ander land of in een andere streek geboren zijn en opgegroeid kunnen zijn met die andere taal. En daarna naar Nederland of naar deze stad zijn verhuisd. En dat heet migratie, zoals je in de clip al hebt gehoord. En ze nemen dan hun thuistaal mee. Dat zijn de thuistalen van mensen die naar Nederland zijn verhuisd. Samen met hun cultuur, de feesten, de tradities en de godsdienst. En hun kinderen, jullie dus, spreken dan vaak zowel Nederlands als de thuistaal van hun ouders. Nou, op de tweede plaats worden er in Nederland andere talen gebruikt uit de landen die bij Nederland horen of ooit gehoord hebben. Bijvoorbeeld de Nederlandse Antillen of Suriname of Indonesië. En daarom zien we dus heel veel talen om ons heen. En daarnaast heb je natuurlijk nog de streektalen en de dialecten die ik al genoemd heb. Dat is toevallig mijn eigen achtergrond. En daarnaast hebben we dan tot slot ook nog eens de talen die we buitenshuis leren op school. Bijvoorbeeld Engels, Frans en Duits. Nou, daarom zien we dus heel veel talen om ons heen. Ook als we gewoon door de stad lopen op straat, kunnen we dit soort dingen tegenkomen. Weten jullie misschien welke taal we zien op het plaatje linksboven? En daar staat supermarkt, gewoon een Nederlands woord natuurlijk. Maar dat andere woord, welke taal is dat? Ja, Pools. Ja, meteen goed. Ja, Pools, inderdaad. En dan rechtsboven. Ja, Spaans, ook meteen goed. Yo quiero Tacomundo. Ja, ik hou van Tacomundo. En de taal onderaan, welke taal is dat dan? Ja, ook meteen goed. Arabisch, dat klopt. Een prettige Ramadan toegewenst. Ramadan Mubarak. Ja,
inderdaad, heel goed. Zoals gezegd zijn er dan ook nog die andere talen, hè, de streektalen en de dialecten. Naast het Tilburg zijn er nog veel meer, hè, zoals het Fries. Dat is een andere taal in Nederland. En het Limburgs is een andere groep dialecten, anders dan het Nederlands. Soms best wel moeilijk te verstaan, ook al is het gewoon een taal in Nederland. En hier spreek je dus Brabantse dialecten, hè, in de stad Tilburg en de dorpen die daar omheen liggen. Dat zijn geen officiële talen, daarom noemen we het dialecten, maar ze zijn wel anders dan het Nederlands. Met eigen woorden en eigen klanken. Zoals bijvoorbeeld houdoe. Wat is dat? Houdoe? Dag. Ja, klopt. Ja, inderdaad. En zodoende heb je dus allerlei verschillende manieren van spreken die naast elkaar voorkomen. Ja, ook Ewa, ja zeker. Nou is het gekke is dat sommige talen veel opvallender zijn dan andere talen. Dat is eigenlijk wel raar. In Nederland is overal het Nederlands te horen. Nou ja, dat is dan nog wel logisch, want we zijn natuurlijk ook in Nederland. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het Engels. Je komt het Engels veel vaker tegen dan het Frans of het Duits. En dus sommige talen zijn veel opvallender, veel meer aanwezig dan andere talen. Denk aan het Turks en Arabisch, die je veel vaker tegenkomt dan Koerdisch of Tamazicht. Terwijl dat toch ook voor veel mensen thuistalen zijn, belangrijke talen voor die gemeenschap. Maar voor hoeveel mensen weten we dan niet eens? Want in Nederland wordt niet geteld hoeveel mensen een bepaalde taal spreken. Volgende stap. Als je meertalig bent, dan gebruik je de verschillende talen die je kent voor verschillende dingen. Bijvoorbeeld Nederlands op school, in de klas, maar thuis een andere taal. En op straat, met je vrienden, gebruik je misschien wel straattaal. Een variant op het Nederlands waar allerlei woorden uit andere talen in zitten. Kennen jullie deze woorden? Wie weet er wat patas zijn? Ja, schoenen. Ja, klopt. Ja. Fawaka. Ja, wat is dat dan? Fawaka. Wat betekent dat? Hallo, hoe gaat het? Ja, klopt. Ja. Dus hoe je spreekt. Let weer even op. Hoe je spreekt, dit maakt wel veel los, hè, de straattaalwoorden. Daar kom ik straks nog wel eventjes op terug. Hoe je spreekt hangt dus af van waar je bent en met wie je praat. He, dus dat is de volgende stap. Het heeft niet alleen te maken met identiteit. Wie ben jij en waar kom jij vandaan? En waar komen je ouders vandaan? Maar het heeft ook te maken met waar je bent en met wie je praat. Ben je in de klas of later op je werk? Dan spreek je vaak netter dan dat je doet op straat met je vrienden. He, dat is meer een situatie waarin je niet zo hoeft op te letten op hoe je precies spreekt. Dus talen hebben ook een verschillende functie. Je kunt er iets mee doen. Je kunt ermee aangeven tot welke groep je hoort, dat je ergens bij hoort. En je kunt ermee laten horen dat je stoer bent. Of je kunt ermee laten horen dat je weet hoe het hoort. Bijvoorbeeld als je een opstel moet schrijven in de klas. En als je dat dan niet kunt, dan denken mensen misschien wel, hey, hij of zij praat een beetje raar. Dan valt dat op. En dat was ook aan de hand met dat verhaal waarmee ik vandaag ben begonnen. Toen ik zei, ik ben om 8 uur aangereden, zei ik iets dat helemaal niet paste in de omgeving. In Utrecht in dit geval. Ik zei iets Brabants, maar ik was helemaal niet bij andere Brabanders in Brabant. Dus ik gebruikte de verkeerde taal op die plek. En dat is taalbewustzijn. Dat noemen we taalbewustzijn. Meestal weten we heel goed welke taal bij een situatie hoort. Dat heb je vanzelf geleerd. Dat heb je niet op school geleerd, je ouders hebben het meestal ook niet verteld, maar dat heb je vanzelf geleerd.
taalbewustzijn. Dialect en straattaal en andere thuistalen, die horen bij bepaalde situaties, bijvoorbeeld in je vrije tijd met je vrienden of met je familie. Zoals ook je opa en je oma bijvoorbeeld. En Nederlands hoort ook bij bepaalde situaties, bijvoorbeeld tijdens de les op school. Andere talen, zoals dialect of straattaal of andere thuistalen, die zijn zelf niet fout. Dat zijn geen foute talen, zeker niet. Maar de taal op school is Nederlands. Het hangt dus af van waar je de taal gebruikt. Het is niet dialect of straattaal dat zelf fout is of niet netjes. Het gaat erom wanneer en met wie je die taal gebruikt. Als de situatie klopt, dan is straattaal of dialect juist goed. Alles wat je in het Nederlands kunt zeggen, kun je ook in andere talen zeggen. En dat betekent dat die andere talen volwaardige talen zijn. En als je dat snapt, en de meesten van jullie zullen dat ongetwijfeld precies weten, dan heb je taalbewustzijn. Waar, wanneer en met wie. Dus, waarom praten mensen nou anders? Met die vraag ben ik begonnen. Waarom praten mensen nou anders? Nou, op de eerste plaats omdat taal te maken heeft met waar je vandaan komt. Daarom is taal in iedere plaats en iedere streek weer net even anders. In de manier waarop je praat zitten dingen uit de taal die je thuis gebruikt. En er kunnen ook andere dingen in je taal zitten waaraan je kunt horen waar iemand vandaan komt. Bijvoorbeeld als je ouders in Suriname geboren zijn. Dan heb je waarschijnlijk ook dingen in je taal waaraan anderen dat kunnen horen. Bepaalde woorden of een accent. Daar kun je misschien niet zoveel aan doen. Accent heb je nu eenmaal en dat is helemaal niet erg. Een accent is ook helemaal niet fout. Maar je kunt het ook om een bepaalde reden doen. Want je taal heeft ook een functie. Dat was het tweede. Het heeft te maken met je identiteit, maar taal heeft ook een functie. En die moet passen bij de situatie. Dialect of straattaal spreken kan hartstikke handig zijn als je bij een bepaalde groep wilt horen. Maar tijdens de les in de klas spreek je Nederlands. Taal kan ook iets zijn om trots op te zijn. Want het vertelt wie je bent en waar je vandaan komt. Door taal laat je dus horen wie je bent. En wie je bent en waar je vandaan komt, ja, daar zou iedereen trots op mogen zijn. Nou, dat was mijn verhaal. Dankjewel voor jullie aandacht. We gaan nu eerst nog naar een filmpje kijken. Ja, klappen mag, natuurlijk. Dankjewel. Dankjewel. We gaan nu eerst nog naar een tweede filmpje kijken. En na dat filmpje begint de vragenronde. Dan hebben jullie de mogelijkheid om vragen te stellen en om te vertellen. Oké, daar komt hij aan. Hoi, ik ben Jos Zwanenberg en ik ben professor aan de Universiteit van Tilburg. Daar geef ik onderwijs en doe ik onderzoek naar diversiteit in taal en cultuur. Ik ga jullie iets vertellen over de diversiteit in taal en meertaligheid. We praten Nederlands met elkaar, maar er zijn nog heel veel andere talen om ons heen. Dat kun je horen en dat kun je zien. Velen van ons kunnen naast het Nederlands ook andere talen spreken. Sommigen van jullie zullen thuis bijvoorbeeld Engels, Turks of Pools spreken. Of Tilburgs, het dialect van deze stad. Ja, de herde, goed gezien. Fijn uit te kijken. Die andere talen worden gebruikt doordat mensen ermee zijn opgegroeid. Mensen kunnen in een ander land zijn geboren en opgegroeid en daarna naar Nederland zijn verhuisd. Dan nemen zij hun thuistaal met zich mee. En hun kinderen spreken dan zowel Nederlands als de thuistaal van hun ouders. Hey, zdravo, salut. Goeiedag. Dat noemen we meertalig. Vrijwel iedereen spreekt meer dan één taal. Ook zijn er veel mensen die de taal spreken van gebieden die bij Nederland horen of ooit gehoord hebben. Denk bijvoorbeeld aan de Nederlandse Antillen of Suriname. En dan zijn er nog talen die naast het Nederlands voorkomen, maar die bij een bepaalde streek horen, zoals het Fries en het Limburgs.
En in de provincie waarin Tilburg ligt, spreekt men Brabantse dialecten. Dat zijn geen officiële talen, maar ze zijn wel anders dan het Nederlands. Met hun eigen woorden en hun eigen klanken. Houdoe, bijvoorbeeld. Houdoe. 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 Houdoe, houdoe, houdoe. Als je meertalig bent, gebruik je de verschillende talen die je kent voor verschillende dingen. Bijvoorbeeld Nederlands op school, maar als thuistaal een andere taal. En op straat met je vrienden gebruik je misschien wel straattaal. Een variant van het Nederlands waarin woorden uit allerlei andere talen zitten. Als je een van deze andere talen naast het Nederlands spreekt, dan kunnen mensen dat vaak aan je Nederlands horen. Want dan heb je een accent. Bijvoorbeeld Nederlands met een Surinaams accent. Hij mag niet naar huis gaan, hij staat oud man. Of met een Brabants accent. En daarvan is de zachte G een bekend onderdeel. Ja, die G is een verschrikkelijk, een beetje walgelijke klank die er is. Al die verschillende manieren van spreken vertellen ons iets over de spreker en zijn achtergrond. Dat was mijn verhaal over de diversiteit van taal en meertaligheid. Hopelijk tot ziens op de campus van Tilburg University. Houdoe! Oké. Okay. Oh. Hallo. Yes. Dankjewel Jos voor dit super interessante college. En voordat we met de vragen gaan beginnen, ben ik toch wel een beetje benieuwd geworden. Wie van jullie spreekt er eigenlijk meer dan één taal? Wauw. Dat is wel echt... Ja. Wat goed. Nou, we gaan beginnen met het vragenrondje. Als je een vraag hebt, steek dan je hand in de lucht en dan komt er iemand met een microfoon naar je toe. Hoeveel talen kun je? Hoeveel talen kun je? Heb ik nog geluid? Nee, ik heb volgens mij geen geluid. Heb ik nu weer geluid? Ja. Hoeveel talen zijn er? Nou, dat is een super goede vraag. En eigenlijk kunnen we daar niet precies een antwoord op geven. Het heeft ermee te maken dat je sommige talen niet precies kunt begrenzen, zeg maar. Die lopen een beetje in elkaar over. Dus bijvoorbeeld het Brabantse dialect uit Tilburg, dat lijkt best wel veel op het Limburgse dialect. En we weten niet zo goed waar het ene nou ophoudt en het andere begint. Maar het algemene antwoord is ongeveer 6000. 6000. Dus er zijn veel meer talen dan er landen zijn in de wereld. Sommige landen hebben wel 100 talen, zoals bijvoorbeeld Brazilië of Australië, waar nog veel talen worden gesproken door de inheemse stammen, zoals in Brazilië de Indianen. Die hebben allemaal hun eigen talen. Heel veel. En hoeveel talen kent u? Hoeveel talen kan ik? Oh, even tellen hoor. Ik kan Nederlands, Duits, Rosmalens, dat is een dialect. Tel ik ook mee hoor. En Frans spreken, Nederlands, Duits, Rosmalens, Frans, Engels natuurlijk. Ik lees Latijn, telt het ook mee? Ik spreek het eigenlijk niet, want niemand spreekt Latijn, geloof ik. Als je het kan lezen, telt het ook nog mee? Ja. Oké. Nou, dan ook nog Latijn en een klein beetje Italiaans. Ik heb een cursus gedaan, maar het is niet zo heel goed gelukt. Oké. In de video was er dat je meertalig bent. Dat je meertalig bent als je bijvoorbeeld nog een taal spreekt en dat je die ook gebruikt thuis of zo. Maar ben je dan ook meertalig als je gewoon een taal spreekt, net als Engels, maar die je dan niet echt ergens gebruikt of zo? Ja, dan ben je nog steeds tweetalig of meertalig inderdaad. Ook als je die taal niet gebruikt. Dus het gaat erom dat je die taal kunt spreken en dat je hem kunt gebruiken wanneer het nodig zou zijn. He, dus als je het Engels wel beheerst, maar eigenlijk nooit gebruikt, dan kan het zijn dat je het over 2 jaar in een situatie komt waarin je het wel moet gebruiken. Nou, en dan blijk je dus gewoon tweetalig te zijn. Ja, dat telt ook. Zeker. Oké, dankjewel.
Ik zie hier nog een vinger en daar ook nog. Ja. Oh, daar komt hij aan. Ja, hij staat al aan. Als... Nee. Salaam alaikum. Probeer. Goed. Hartstikke goed bezig. Als je... Laat mij doen. We gaan door naar een andere vraag. Oké, is goed. Ja, daar komt hij. Kunt u ook Chinees? Ik kan geen Chinees. En jij, kan jij Chinees? Ni hao. Ja, nou, dat kan ik ook nog net. Dat is waar. Ja. Ni hao. Nee, dan zeg je stroopwafels. Doeg. Heb jij een vraag? Hoeveel talen spreekt een mens gemiddeld? Hoeveel talen spreekt een mens gemiddeld? Dat is wel een heel mooie onderzoeksvraag. Daar zouden we onderzoek naar moeten gaan doen, Jamie. Ja. Hoeveel talen spreekt een mens gemiddeld? Nou, als ik mag gokken, dan zou ik zeggen 3. Maar we weten het eerlijk gezegd niet. Dus dat is een heel goede vraag waar je onderzoek naar zou kunnen doen. En dat is iets wat Jamie gaat doen als ze klaar is op deze universiteit. Ja. Ewa! Salam alaikum. Ik wou zeggen... Wat? Het gaat over die... Lama. Jij gaat het. Nee! Wat de fuck moet ik... Rustig praten, rustig. Wat moet ik zeggen? Hoezo is Allah een straat? De vraag is weer vergeten. Oké. Ik ben mijn vraag vergeten. Ja, denk er even over na. Zet me op. Een patat? Hallo, hier achteraan. Er is ook iemand die graag een vraag wilt stellen. Allemaal sst, want ze zit helemaal achteraan. Oh. Vindt u dat iedereen moet accepteren hoe hij of zij is? Ja, dan bedoel je het niet alleen over taal, denk ik, hè? Nee, ook in Nee, dat bedoel je in het algemeen. Ja, dat vind ik. Ja, het korte antwoord is ja. Ik vind dat iedereen mag zijn zoals hij zelf wil. En wat vind jij daarvan? Ben je het daarmee eens? Ja? Oké. Okay. Je had een vraag, hè? Mag ik ook je naam noemen, als je het leuk vindt? Hoe lang heeft u al onderzoek gedaan? Hoe lang ben je van plan om nog onderzoek te doen? En wat voor onderzoek kan je nog doen? Ah, mooi. Hoe lang heb ik al onderzoek gedaan? Ik ben begonnen aan dit werk in 1995. Dus dat is al best wel lang. 27 jaar. Oeh, heel lang. En hoe lang ga ik dat nog doen? Minstens 13 jaar. En wat kan ik nog onderzoeken? Ik ben vooral bezig geweest met het onderzoek naar taal van oudere mensen. En ik ga nu net beginnen, dit jaar, met onderzoek naar taal van jongere mensen. Dus van mensen die op de middelbare school zitten. Dat is mijn nieuwe onderzoek voor de komende jaren. Is dat antwoord op jouw vraag? Ja. Oké. Hallo? Oh, hier is nog een vraag aan deze kant. Ja? Oké.
Wat is het meest interessante ding dat u heeft ontdekt? Wauw, goede vraag. Het meest interessante ding dat ik heb ontdekt? Jeetje. Nou, een van de dingen die ik heel spannend vond, was dat er in een klein gebied, zoals de provincie Noord-Brabant, hè, dus niet zo'n heel groot gebied, Frankrijk is veel groter, in Noord-Brabant er voor één ding meer dan 100 woorden kunnen worden gebruikt. Dus zoveel verschillende dialectwoordjes zijn er, van dorp tot dorp en van stad tot stad, voor één dingetje. En dat had ik nooit verwacht. Friet en patat zijn maar twee woorden voor hetzelfde ding, maar soms heb je wel meer dan 100 woorden voor hetzelfde ding. Vond ik wel heel spannend, ja. Patat is toch eigenlijk dikker dan friet? Ah, ja. Er gaan hier zulke mooie discussies over friet en patat. Daar zouden we eigenlijk ook nog wel een uur over door kunnen praten. En sommige mensen zeggen ook dat patat lekkerder is dan friet. Of juist andersom. Dus friet is lekkerder. Kijk, heb je het al? Dus dat is eigenlijk wel een heel mooie opmerking die jij maakt. Het woord zelf wordt gebruikt voor hetzelfde ding. Dus je zou zeggen, ja, patat en friet is precies hetzelfde. Maar er zijn best wel veel mensen die zulke vragen stellen zoals jij stelt. Is er niet een verschil dan tussen friet en patat? Ja, want in de winkel zie je gewoon... Het ene dikker, het andere dunner, het ene lekkerder. Het ene van een restaurant en het andere van een frietent, een cafetaria. Ja, zou wel eens kunnen dat daar ook nog verschil in zit. Wie weet. Ja. Vis is vlees. Goeie opmerking. Jij mag een vraag stellen als je wil. Ja? Wat is de makkelijkste taal om te leren? Ja, mooie vraag. Wat is de makkelijkste taal om te leren? De makkelijkste taal om te leren is, als je kijkt naar de wereld om ons heen, is Engels. En hoe komt dat? Vaak spreek je eigenlijk al behoorlijk wat Engels voordat je het gaat leren op school. Omdat je er constant al mee bezig bent geweest. Door de muziek, door games, door social media. Je gebruikt eigenlijk al heel vaak Engels voordat je het gaat leren op school. En daarom is die best wel makkelijk om te leren, die taal. Maar als je gaat kijken naar dat talen verschillende woorden hebben en ook verschillende grammatica, hè, met het zinsontleden en zo, dan is de makkelijkste taal Esperanto. Hebben jullie daar wel eens van gehoord? Esperanto is een taal die mensen zelf gemaakt hebben. Die was er nog helemaal niet. Die hebben ze zelf geknutseld, met allemaal verschillende woorden. En daarom is die zo makkelijk. Hij was eigenlijk bedoeld ook voor Europa. Jullie hebben vast wel gehoord van de Europese Unie, waar belangrijke mensen met elkaar moeten vergaderen over de politiek. En daar was die taal eigenlijk voor bedoeld, zodat iedereen van Portugal tot aan Finland dezelfde taal met elkaar kon spreken. Maar het is helemaal niet gelukt. Esperanto bestaat nog steeds, maar we gebruiken het niet waarvoor het eigenlijk gemaakt is. Maar dat is de allermakkelijkste taal. Als je een hele makkelijke taal wil leren, Esperanto. Als je alleen Nederlands spreekt en een klein beetje Engels, ben je dan meertalig? Ik zou zeggen dat je dan een klein beetje meertalig bent. Ja, dat was het. Ja, hè, dus dan begin je wel meertalig te worden, ja. Maar je bent het nog niet helemaal. Ja. Wat was je langste en moeilijkste onderzoek? Wat was mijn langste en moeilijkste onderzoek? Mijn langste en moeilijkste onderzoek was alle dialecten van de provincies Noord-Brabant, Antwerpen en Vlaams-Brabant in kaart brengen en daar 200 mensen voor bevragen. Dat was mijn langste en moeilijkste onderzoek. Duurde ook iets van 8 jaar. Maar er zijn wel 6 boeken uitgekomen. 6 dikke boeken. Wel gelukt, was heel moeilijk. Ja. Waarom wou jij taal onderzoeken? Dat is een heel goede vraag. Ik vind dat jullie fantastisch goede vragen stellen. Waarom wilde ik taal onderzoeken? Toen ik van de middelbare school kwam, toen vond ik talen zoals Latijn heel erg leuk, omdat je daarvoor allerlei mooie verhalen moest lezen om die taal te gaan leren. Dus dat ging ook vaak over geschiedenis.
Want Latijn is een oude taal, hè, van het Romeinse Rijk. En dat vond ik heel erg interessant. En daarom wilde ik die taal gaan leren. Ik heb toen niet voor Latijn gekozen, maar voor Nederlands. En de belangrijkste reden dat ik bij Nederlands, ja, zeg maar, dat ik het echt leuk ging vinden, hè, dat ik echt inspiratie kreeg, zeg maar, was vanwege een heel goede leraar. Een heel goede leraar die mij in een paar weken tijd helemaal overtuigde van, ja, dit is wat ik wil. En toen ben ik Nederlands verder gaan studeren. Dus vaak heeft het ook wel te maken met de mensen van wie je iets leert. En niet alleen maar met het vak zelf. Ja. Er zijn nog steeds heel veel vingers. Ja. Waarom heeft één land niet één taal? Dat is toch makkelijker? Waarom heeft één land niet gewoon één taal? Ja. Ja, ja. Heel goede vraag. Heel goede vraag. Je weet dat sommige landen meerdere talen hebben. België is natuurlijk een heel bekend voorbeeld. Hè. De ene helft van België spreekt Nederlands, het heet dan Vlaams. En de andere helft van Nederland spreekt België spreekt Frans. Eigenlijk heel raar inderdaad. En er zijn nogal wat landen die echt hun best hebben gedaan om één taal in hun land te hebben. En in Frankrijk spreekt nu iedereen Frans. In Groot-Brittannië spreekt nu iedereen Engels. Maar nog steeds zijn er daarnaast ook andere talen. En als je even terugdenkt aan het eerste filmpje, dan weet je hoe dat komt. Dat komt door migratie. Omdat we telkens blijven reizen, contact blijven maken met mensen met een andere taal, blijven er ook andere talen in een land komen. Maar er zijn veel landen die wel één belangrijkste taal hebben, zoals Nederland het Nederlands heeft. En dat merk je meteen als je, zoals jij op school zit. Want alle vakken leer je in het Nederlands. Je krijgt geen rekenen in een andere taal zoals het Turks bijvoorbeeld. Nee, alles gaat in het Nederlands. Nou, daaraan merk je dat we eigenlijk wel één taal hebben voor dingen zoals het onderwijs en televisie en de overheid, als Mark Rutte aan het praten is. Maar dat we daarnaast hebben toch nog steeds heel veel andere talen, maar die hebben die andere functies. Als je boven de rivieren woont, betekent dat toch niet gelijk dat je patat zegt? Nee hoor, nee, klopt. Ik heb dat kaartje laten zien, hè, met groen en geel. Patat was groen en friet was geel. Dat laat zien dat de meeste mensen boven de grote rivieren patat zeggen. Maar niet dat iedereen altijd alleen maar patat zegt. Dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Ja, en er zijn ook patatzeggers beneden de grote rivieren natuurlijk. Klopt. Wat is de meest gesproken taal door heel de wereld? De meest gesproken taal. Dan heb ik nog één vraag aan jou. Bedoel je de meeste mensen of de meeste verschillende landen? De meeste mensen. De meeste mensen. Dat is Chinees. Ja. Dat is Mandarijn, Chinees heet dat dan officieel. Een algemene Chinese taal, omdat er zoveel mensen wonen. Ja. En als je het hebt over de meeste landen, dan denk ik dat het Engels is of Spaans misschien. Engels of Spaans? Yes, als je jou. Hoe zijn dialecten ontstaan? Wauw, goede vraag. Ja, ik kan er ongeveer een uur over doen om een antwoord te geven. Dus ik ga nu proberen om een heel kort antwoord te geven. Dialecten zijn ontstaan omdat Nederland als land is ontstaan uit verschillende gebiedjes. En ooit was waar we nu zijn, Brabant, een eigen staatje. Dat heette dan het Hertogdom Brabant. En die verschillende gebiedjes zijn samen één land geworden, Nederland. Het heeft te maken met de 80-jarige oorlog. Heb je misschien wel eens van gehoord met Willem van Oranje. Net zoals de... Voor die tijd spraken die mensen dialecten. Bijvoorbeeld Brabants. En die dialecten zijn er nog steeds. Dus die zijn eigenlijk van heel vroeger. En daarnaast is toen het Nederlands gekomen voor het nieuwe land. Nederland pas na de 80-jarige oorlog. Dus die dialecten die waren er al. Dus elke Nederland, zeg maar, van de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden had een dialect.
Ja, had zijn eigen taal en dat is nu een dialect. Ja, zoals het Drents, het Fries, het Brabants. Klopt helemaal. Ja. Hoe lang doe je ongeveer over een onderzoek? Waar is die microfoon nu? Zijn we helemaal aan die kant? Oh. Wie stelde de vraag? Oh, hi. En je moet hem nog een keer stellen, want ik was heel ver weg. Hoe lang doe je ongeveer over een onderzoek? Hoe lang doe je ongeveer over een onderzoek? Dat ligt er een beetje aan wat je onderzoekt en hoe groot het onderzoek is. Dus je kunt er soms wel 10 jaar over doen. Maar er zijn de meeste onderzoeken duren veel korter. En studenten op deze universiteit, die doen ook al onderzoeken. Soms voor een vak, en dat duurt dan maar een paar weken. Soms voor een scriptie, hè, dat is een heel uitgebreid verslag. En dat duurt dan een paar maanden. Dus dat is heel erg verschillend. Dat ligt aan wat voor onderzoek. Maar er zijn ook onderzoeken bijvoorbeeld in de medische wereld, hè, om nieuwe medicijnen te maken. Die duren wel 15 jaar of nog langer. Ja, kan heel lang duren. Welke taal wil je graag spreken? Ja, dat is ook wel een mooie vraag. Ik vertelde al eventjes dat ik was begonnen aan een cursus Italiaans en dat het niet zo goed lukte. Dat wil ik eigenlijk nog steeds heel graag leren. Okay. Maar dan moet ik beter mijn best gaan doen. Ja, Italiaans, dat is wel wens nummer 1. Oké. Okay. Hey, hij is uit, denk ik. Is die uit? Oh. Je moet hem een beetje zo houden, denk ik. Wat is de moeilijkste taal? Ah, wat is de moeilijkste taal? De moeilijkste taal, ja, dat is voor iedereen verschillend. Omdat wij al Nederlands kunnen spreken, is voor ons bijvoorbeeld Duits of Zweeds of Engels niet zo moeilijk, want die talen lijken op het Nederlands. Maar voor iemand die uit Japan komt, is Nederlands ontzettend moeilijk. En voor ons is dus Japans weer ontzettend moeilijk, want dat is zo'n andere taal, alles is anders. Dus welke taal is het moeilijkst, dat ligt eraan voor wie. Maar voor Nederlanders zijn vaak talen moeilijk die heel andere dingen doen met hun grammatica. En dat is bijvoorbeeld Fins en Hongaars en Baskisch, dat komt uit Spanje. Die drie talen zijn in Europa ontzettend moeilijk om te leren. Ja. Waarom heeft China rare tekens met hun taal? Mooi. Waarom heeft China rare tekens met hun taal? Nou, wij hebben natuurlijk een alfabet. Dat leer je al heel jong. Een alfabet van A tot Z. En dat is onze manier van schrijven. Maar lang niet iedereen in de wereld schrijft op die manier. Er zijn nog veel meer alfabetten. Mensen uit Oekraïne gebruiken bijvoorbeeld een ander alfabet. Mensen uit Griekenland gebruiken een ander alfabet. En er zijn ook nog manieren om te schrijven zonder alfabet. Dus dan gebruik je geen tekens voor letters, maar voor lettergrepen. En het Chinees is daar een voorbeeld van. Waarom doen mensen dat in China anders dan in Nederland? Nou, zij deden het eerder zo dan wij in Nederland. Dus eigenlijk is de vraag, waarom doen wij het niet zoals zij het doen? Zij zijn een van de volkeren, een van de landen die als eerste gingen schrijven. Dus dat, die Chinese manier van schrijven is misschien wel een heel logische manier van schrijven eigenlijk. Even de microfoon vragen. Moet je even zwaaien. Hij gaat nu eventjes hier naar achter, Jos. Hier achteraan is het meisje die er al heel lang staat. Ja. Welke taal wordt het meest gesproken in Europa? Welke taal wordt het meest gesproken in Europa? Het Engels wordt het meest gesproken als algemene taal. Dat is eigenlijk de taal die we samen gebruiken als we merken dat iemand anders een andere taal spreekt. Moet ik met iemand uit Finland spreken, dan gaat het automatisch in het Engels. En de meeste taalgebruikers van een taal in Europa, misschien ook wel het Engels of het Duits. Zou ook wel het Duits kunnen zijn. Oh nee, ik weet het al. De meest gesproken taal in Europa is het Turks. Ja, daar zijn de meeste taalgebruikers van.
Hoe lang onder... Ja, het ging goed hoor. Ik kon jou verstaan. Hoe lang onderzoekt u al dingen? Hoe lang onderzoek ik al dingen? Ik onderzoek al dingen sinds dat ik aan het studeren was. En dat was jaren 90 begin. Dus bij elkaar al meer dan 30 jaar. Ja. Nog één. Ja, oké. Okay. De laatste vraag. Laatste vraag. Ah, laatste vraag al. Jammer. Weet je hem nog? Ja. Is het makkelijker om, zeg maar, als je buitenlander bent, bijvoorbeeld Turks of Chinees, is het dan makkelijker om Engels te leren dan Nederlanders of mensen die uit België komen? Is het voor hun makkelijker om Engels te leren dan voor iemand uit Nederland? Ik denk dat het voor iemand uit Nederland makkelijker is, omdat Engels en Nederlands een beetje op elkaar lijken. Er zijn heel veel woorden, denk maar aan straat, in het Engels street, bijna hetzelfde. Daarom is het gemakkelijker te leren voor ons. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Dan gaan we nu nog. Ga ik hem afronden? Ja, naar de laatste slide. Ja. Oké. Okay. Nou, dat was het vragenrondje. Ik weet dat er nog veel meer vragen waren, maar ik vond het wel heel erg leuk. Super goede vragen. Ik heb nog een allerlaatste slide met best wel kleine letters, zie ik. Waarop staat, en dat is ook voor de leerkrachten hier in de zaal belangrijk, dat er een lesmodule is. Een lesmodule over superdiversiteit. Gaat onder andere over meertaligheid, maar ook over andere thema's. Er zijn 5 verschillende thema's die we daarin behandelen. En hoe zit dat ook alweer met de QR-code, weet jij dat? Weet je het ook niet? Je kan er met een QR-code naartoe, maar ik zie even zo snel niet waar dat staat. Ja, ze krijgen straks een certificaat. En aan de achterkant van het certificaat staat dan een QR-code. Oh ja, dat was het. Ja, het certificaat. Jullie krijgen allemaal een certificaat. Met dat certificaat kun je naar deze lesmodule. En kun je dus nog bijvoorbeeld het filmpje nog een keer kijken. Of kun je ook nog de vragen beantwoorden zoals Jamie met de quiz heeft gedaan. Kun je ook nog doen. En dat is in elk geval, denk ik, voor de leerkrachten nog even een belangrijke mededeling. En daarmee gaan we afsluiten. Jamie, heel erg bedankt. Jos, ontzettend bedankt voor dit super interessante college. Ja, een groot applaus voor Jos. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ook weer iets nieuws hebben geleerd over taal en meertaligheid. En ja, Jos, voordat jij weggaat, hebben we toch nog even een kleinigheidje voor jou. Oh, wauw. Yes. Mag ik nog één keer een groot applaus voor professor Jos Zwanenberg?